In de volgende podcast Sta op en schitter neem ik Anja, jullie mee in korte overdenkingen. Als christenvrouw, moeder en echtgenote wil ik u hun en aansporen om op te staan en te schitteren. We zijn niet gemaakt om in Gods koninkrijk stil te zitten en iets te doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. In de eerste plaats zien over God, daarna zien over onze gezin, onze partner of onze geloofsgenoten. En als gevolg zullen we dan ook schitteren in de wereld. Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Ik heb de afgelopen twee jaar het leven van een aantal vrouwen bestudeerd en een podcast over gemaakt, zoals de vrouw uit Spreuken 31, die het ideale vrouwelijke beeld schetst. Abigail, als voorbeeld van betrouwbaarheid, een luisterend oor. Ze was vrijgevig, handelde correcte nederigheid en wijsheid. Ze ging in tegen de zonde van haar echtgenoot en bleef trouw aan God. Zo redde ze haar huisgezin. Van heb leren we wat genade inhoudt: bij God is iedereen welkom, ook wie door mensen wordt geminacht. Anna, als voorbeeld van hoopvol wachten op de redder. Lydia, die hoort bij onze kerkgeschiedenis. Het verhaal van Ruth is er een eentje die ons bemoedigt. God laat alles meewerken ten goede voor wie hem liefgeeft. Dan heb ik ook nog over Priscilla gesproken, een godsvreesde vrouw die voor mij een voorbeeld is. Ze laat haar leiden door de Heilige Geest, zet haar in waar ze kan. Ook Maria, inspireert door haar voorbeeld van de reinheid, geloof en vertrouwen in God. Als laatste heb ik Dorcas bestudeerd. Een leven vol liefde, goedheid en hulpvaardigheid. Vandaag wil ik terug een kijk nemen in het leven van een vrouw in de Bijbel. Een vrouw die helaas niet bekend staat voor wat ze goed deed in haar leven, maar eerder door haar slechte reputatie. Ik wil namelijk kijken naar het leven van Isabel. Haar leven staat beschreven in 1 Koningen, hoofdstukken 18 en 21, en ook in Openbaring vinden we een verwijzing naar haar. Ik ga haar levensverhaal verkort en vereenvoudigd voorlezen. We gaan eerst kijken naar een gebeurtenis in 1 Koningen 18. Isabel trouwde met koning Ahab. Ze aanbad de afgod Baal en beïnvloedde haar echtgenoot Ahab hierin. Een vrouw die op zoek was naar meer macht en daarvoor overlijken hing om te krijgen wat ze wou. Veel profeten die God volgden werden op haar verzoek gedood. Op een gegeven moment kwam er een strijd tussen de profeet Elia en Isabel. Een strijd tussen God en de afgod Baal. Isabel verloor de strijd en wilde wraak nemen op Elia en hem laten doden. Elia vluchtte daardoor voor zijn leven. Izebel is in het verhaal de vrouw vol van woede en haat. Een andere meedogenloze daad, die aan Izebel wordt toegeschreven, staat in 1 Koningen 21. Naast de woning van Izebel en Agab was een wijnhaard. Agab was jaloers op deze wijnhaard en verlangde er sterk naar. Deze wijnhaard was van Nabot. En deze man was niet van plan om afstand te doen van zijn eigendom. Izebel maakte een duister plan op. Ze schreef brieven in de naam van Ahab en liet twee mannen valse getuigenis afleggen tegen Nabot, zodat deze ter dood werd gebracht. Dit alles deed ze om haar zin te krijgen en de wijnhaard in bezit te nemen. Izebel verscheen terug in de Bijbel in 2 Koningen 9. Ahab is ondertussen gestorven in de oorlog met de Syriërs. Izebel is nog geen haar veranderd. Wanneer ze hoorde dat haar vijand, de militaire leider Jehu, onderweg was naar haar, maakte ze zich op. Ze ging boven bij een raam op de uitkijk staan. Wanneer ze uit haar raam naar beneden keek naar Jehu, begon ze hem spottend uit te dagen. Jehu riep naar de bedienden die naast Izebel stonden. Gooi haar naar beneden! Ze duwden Izebel uit het raam en ze viel. Na haar val en dood beval Jehu dat ze begraven zou worden als een koningsdochter. Maar het bleek dat honden het grootste deel van haar lichaam hadden opgegeten, precies zoals Elia had voorspeld. Wat een levensverhaal! Izebel wordt erkend als een model van de slechte vrouw, die de kenmerken van wreedheid, hebzucht, en ijdelheid voorstelt. Izebel is geen Israëlitische vrouw. Zij is de dochter van de koning van Sidon. Nergens lees je iets positiefs van haar. En ze is een gevaar voor iedereen in haar omgeving. Ik noemde al enkele kenmerken van Izebel. zoals vreedheid, hebzucht en ijdelheid. Maar ik voeg er nog eentje aan toe, namelijk manipuleren. Manipulatie is een vorm van beïnvloeding waarbij misleidende methoden gebruikt worden om een ander te overtuigen. Dat is ook zeer duidelijk te zien in het leven van Isebel. Ze wil steeds haar doel bereiken, zelfs ten koste van anderen. En je proeft in haar levensverhaal dat ze macht wil hebben. De misdaden van Isebel komen eindelijk voort uit de eerste misdaad. Namelijk ze eerden de afgod Baal. Wanneer je bezig bent met afgoderij, dan is zonde heel dichtbij. Nu, welke lessen kunnen wij leren uit dit verhaal? We zijn misschien geen koninginnen, maar we oefenen wel eens macht uit in onze gezinnen, op onze werkplekken, in onze kerken en onze sociale kringen. Als we God aanbidden, moet elke macht die Hij ons geeft, worden gebruikt voor het welzijn van anderen. Als we eerlijk zijn, een vrouw kan wel eens haar charmes gebruiken om iets te verwezenlijken. Dit is dus niet goed te praten. Helaas betrap ik mezelf daar ook wel eens op. Isebel komt ook voor in openbaringen 2, versen 20 tot met 23. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Isebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is... Ongemoeid haar hang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij goederij bedrijven en afgoeden eten. Ik heb haar tijd gegeven, omdat ze zich van haar hoerij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en breng hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven, een ieder, naar hun werken. Deze tekst gaat over de kerk van Thyatira en toont profetische sproken de somberste periode uit de kerkgeschiedenis. Jezus berust de kerk Thyatira door te zeggen: U staat toe dat die vrouw. Izebel, die zichzelf een profetes noemt, mijn dienstknechten leert en verleidt tot seksuele immoraliteit en het eten van afgodenoffers. Jezus beschrijft Izebel als een slechte invloed binnen de kerk. Deze Izebel heeft dezelfde kenmerken als de Izebel van het Oude Testament, die het volk van Israël beïnvloedde om andere goden te aanbidden. In het Oude Testament had Ezebel de volledige controle over religie. Ze was niet alleen een koningin, maar nam ook de plaats in van een religieuze leidster, die de leiding had over vele profeten die met haar samenwerkten. In Openbaring zien we hetzelfde: ze noemt zichzelf een profetes en we zien dat ze invloedrijk genoeg is om de kerk te overtuigen met haar leerlingen. Isabel is iemand die andere waarheden predikt dan het evangelie. Zoals ik al zei, Isabel is verleidelijk en controlerend, maar ze heeft er bovenop ook het talent van een leraar. De wijze lessen die we hieruit moeten leren, is in de eerste plaats waakzaam zijn voor vrouwen als Isabel. Ze zullen niet letterlijk deze naam dragen, maar wel dezelfde geest hebben. Vrouwen die zich Onterecht voordoen als profetessen. Ze willen in de Kerk gezien en gehoord worden. Ze manipuleren om steeds hun zin te krijgen en willen de positie van de man innemen. De Bijbel is zeer duidelijk dat er naarmate Jezus wederkomst, er ook meer valse profeten zullen komen. Nog even terug naar Isabel vanuit het Oude Testament. We hebben allemaal talenten meegekregen bij onze geboorte. Ook Isabel. Dat kan Haan van behulpzaam, ambitieus, creatief, perfectionisme en veel zelf maar aan. Dingen waar we goed in zijn. Ik denk dat als Isabel haar talenten had gebruikt voor God, ze een fantastische vrouw zou geworden zijn. Ze had durf en moed, maar gebruikte die haven om moord te plegen. Ze had sterke leiderschapskwaliteiten, maar ze gebruikte die om over haar man te regeren. Ze had een assertieve persoonlijkheid, maar gebruikte die om mensen van God weg te trekken. Ze had een koninklijke afkomst, maar gebruikte die om mensen te manipuleren. Ze had zo anders kunnen zijn in de handen van God. Ook wij mogen onze talenten gebruiken voor God. Ga op zoek naar die talenten. En bekijk hoe je ze gebruikt. Waarom? Omdat God de eer zou krijgen die Hij verdient. God rust ons altijd toe voor datgene waarvoor Hij ons geroepen heeft. Als je talenten hebt op een bepaald gebied, dan roept Hij je waarschijnlijk om te dienen op dat terrein. Als je bijvoorbeeld goed kan omgaan met kinderen en ervoor kan zorgen dat ze zich geliefd voelen, zou het dan geen geweldige manier zijn om tijd te besteden? Aan het begeleiden van kinderen en tieners in je kerk? Neem je eigen talenten onder de loep en leg ze neer bij God. En vraag leiding in je leven om je talenten goed te gebruiken. Leef geen leven zonder God, zoals wel deed. Maar laat God je kneden tot een fantastische, godsvreesende vrouw... die haar talenten gebruikt voor zijn koninkrijk. Sta op en laat je talenten schitteren voor Hem, onze hemelse Vader... Onze schepper. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.twr.be. Bedankt voor het luisteren.